Johan Wolfjager, student verbonden aan de masteropleiding Urban Planning and Management, heeft gisteren zijn afstudeerthesis verdedigd. De titel van de thesis is Veilig wandelen in Paramaribo. Wolfjager heeft uitgezocht hoe veilig de voetpaden in de binnenstad zijn voor voetgangers. Vaak zitten er tegels los en er heerst een chaotische situatie in het verkeer. Wolfjager zegt dat hierdoor de binnenstad voetgangeronvriendelijk is. En deze situatie moet veranderen, benadrukt hij. Met dit onderzoek wil Wolfjager een bijdrage leveren aan het voetgangervriendelijk maken van het winkelgebied. Dit wil hij doen aan de hand van criteria die gelden voor voetgangervriendelijkheid. Het onderzoek moet ertoe bijdragen dat de binnenstad voetgangervriendelijk wordt. Dit zal dan invloed hebben op de beleving van de binnenstad en ook op de verkeerssituatie in en buiten het winkelgebied. Het resultaat moet leiden tot een voetgangervriendelijke binnenstad met adviezen voor duurzaam beleid op dit gebied. De relevantie van het onderzoek. Er zijn verschillende studies gedaan en er is literatuur geschreven over de herinrichting van de binnenstad van Paramaribo, waaronder het winkelgebied. Vaak is dit bekeken vanuit het gemotoriseerd verkeer, vanuit de auto. In dit onderzoek wordt de situatie bekeken vanuit de voetganger. Dit onderzoek wil een aanzet geven om de planning van de binnenstad te bekijken vanuit de voetganger. De voetganger is de minst beschermde weggebruiker vergeleken met andere weggebruikers. Er zijn raakvlakken met eerdere studies, maar ook verschillen vanwege de benadering. Wolfjager is tijdens zijn onderzoek tot de conclusie gekomen dat het veiligheidsgevoel tijdens het oversteken bij voetgangers ontbreekt. Enkele voetgangers geven een reactie daarop. Daar kan gesteld worden dat met betrekking tot parkeren met de situatie niet als prettig ervaart. Ik zei eerder, er wordt soms op de voetpaden geparkeerd, maar ook die parkeerplaatsen zijn dusdanig op sommige plekken dat ze een groot gedeelte van het voetpad in beslag nemen. Ook weinig ruimte om goed te kunnen lopen. Ik zei eerder al, schaduwbomen, zitbanken en bloembakken die ontbreken. Maar ook de nodige voorzieningen om het veiligheidsgevoel bij het oversteken te vergroten. En eerder zei ik ook al dat van het onveilige gevoel dat men krijgt bij het drukke verkeer. Zeker bij de Maagdenstraat daar. Tot zover Johan Wolfjager, student verbonden aan de masteropleiding Urban Planning and Management. Hij verdedigde zijn afstudeerthesis met als titel Veilig wandelen in Paramaribo. De presentatie is gehouden in het Staatsoliegebouw op het terrein van de Anton de Kom Universiteit.